In de periode van 1992 tot 2009 heb ik bij Dorcas mogen werken. In de loop van de jaren zijn er heel veel herinneringen. Maar om er dan toch één uit te pakken die mij geraakt heeft, dat is het verhaal van Mozambique. In het begin van 1993 waren we daar werkzaam in een vluchtelingenkamp. En wij kregen toen de vraag, zouden jullie mee willen gaan naar het binnenland? Want in het binnenland, daar is helemaal niets. We vlogen over een stad heen waar op geen één gebouw nog een dak zat. Alles was er afgeschoten. Het was een ghost town. Er leefde niemand meer. Wij kwamen daar en ontmoetten mensen in wat ooit een ziekenhuis geweest was. En daar sta je dan. Dan word je gevraagd van, kunnen jullie ons helpen? We hebben een afspraak gemaakt van, als jullie hier een dak op het ziekenhuis bouwen, in het komende half jaar gaan wij zorgen dat de inrichting van het ziekenhuis voor elkaar komt. Wij gingen terug en hoe wonderlijk ik was. 2 weken later kreeg ik op zondagmiddag een telefoontje. Hij zegt, Jolling, ik heb gehoord dat de Nederlandse overheid met een bezuinigingsoperatie bezig is. En zij willen alle Mibo-magazijnen door heel Nederland heen willen zij gaan opruimen. Ik zeg, wat ligt daar dan? En het bleek dat daar medisch materialen, verbandmiddelen, verzorgingsmiddelen, complete units van veldhospitalen, van tussenhospitalen, compleet tot ziekenhuisbedden aan toe. Alles erop en eraan. Het was een half jaar later dat ik weer naar die plaats toe ging. Over land was het nog niet veilig. En vanuit de lucht was te zien dat er één gebouw, daar was een dak op gebouwd. En dat was een vleugel van het ziekenhuis. En 2 jaar later kwam ik voor een werkbezoek in dat ziekenhuis. En ik had een afspraak met Jannie. En ik zei, Jannie, wij moeten dingen met elkaar doorspreken, maar ondertussen kunnen we wel de handen laten wapperen. En ik kreeg de zorg voor Emma. En Emma was een prematuur meisje. Haar moeder had de bevalling niet overleefd en haar vader was niet in beeld. Die hele middag, ik heb hem mogen voeden, ik heb hem mogen verschonen. Een paar weken later ontving ik een brief en in die brief stond dat Emma niet meer onder ons was. Dan word je stil. En tegelijkertijd denk ik van, het werk van Dorcas mogen wij in een periode, in levens van mensen mogen wij iets betekenen. Dat is ook het werk van Dorcas. En dan krijgt de armoede, die krijgt een gezicht en die krijgt een naam.